Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een aflevering van de Toy Soldier. En ik probeer vandaag even iets totaal anders. Normaal neem ik jullie mee op een avontuur en dan ga ik een beetje zoeken en een beetje testen en een beetje rommelen en ik vertel wat over de vondsten. Maar ik doe natuurlijk veel meer. En ik dacht misschien is het wel eens leuk om jullie gewoon random mee te nemen in een dag met de Toy Soldier. Ik ga vandaag niet zoeken, maar misschien dat ik wel wat interessants ga doen. Ik ga namelijk de Deus 2 een update geven, want er is een nieuwe update. En ik ga eventjes onderzoeken wat de bottle cap reaction, of rejection, moet ik zeggen, is. Ik wil gaan onderzoeken in hoeverre dat werkt. Dus ja, ze zullen weg zijn, maar heeft dat consequenties met het zoeken? Heeft dat consequenties op andere vondsten die in diezelfde range vallen, die je wel wil hebben? En in hoeverre werkt het? Ik begin eigenlijk met de update. Kijk, dat is ook een dag uit het leven van de Toy Soldier. Kijk. Dus ja, ik zoek heel veel en ik maak heel veel uren om een detector mij zelf te maken. Maar daarnaast doe ik thuis ook heel veel kleine testjes die ik met elke metaaldetector weer herhaal. Dus ik weet van tevoren een beetje wat er zou moeten gaan gebeuren. En die kleine veranderingen, die neem ik in me op en die neem ik mee. En zo ben ik eigenlijk altijd een beetje aan het rommelen. En dat doe ik achter de schermen vaak. En de dingen die ik vind of niet vind of die ik opgemerkt heb, ja, die geef ik dan vaak door aan dealers of aan zoekers of aan mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Dus ja, de Toy Soldier is niet alleen maar zoeken, maar ook onderzoeken. Nou, om dat goed te doen, ga ik beginnen met de Deus een update te geven. En dit is de tweede update al. Ik had eerst kreeg ik hem binnen en toen moest ik eigenlijk direct al een update geven. En nou van de week is er weer een nieuwe update geweest. Als ik die update niet geef, zou dat dan betekenen dat hij niet werkt? Ja, zeker wel. Hij werkt heel goed zelfs. Maar doordat zo'n metaaldetector is uitgebracht en ze krijgen feedback van zoekers. En hoe meer mensen ermee zoeken, hoe meer feedback ze krijgen, komen ze achter kleine dingetjes die ze willen fine-tunen. En dat doen ze met die updates. Dus het is wel handig om die updates een beetje bij te houden. Je gaat naar de pagina van XP en selecteer je XP Deus 2. En dan krijg je meteen hier al een update. Updates Deus 2 V.06 Engels. En dan gaat het gebeuren. Tenminste, ja, dan gaat het gebeuren. Nou, het leuke is, je kan kiezen wat je wil updaten. Wil je je koptelefoon updaten of de Deus 2 unit? Nou, we beginnen gewoon met de unit. En hij geeft meteen aan wat je moet doen. Dus we drukken gewoon 1 verder. En dan zegt hij dat we de kabel moeten doen. Aan de achterkant van je unit zit een soort dopje, die kan je eraf draaien en dan zit aan je kabelboompje zit een connector en die kan je erin draaien. Dus die draaien we erin. Zorg dat je hem netjes recht draait, want als het schroefdraad stuk is ben je verder van huis. Zo, die zit erin. Tab 3 is zet de unit aan. Nou, dan gaan we dat doen. Instellingen. Dan drukken we op select, dan gaan we naar beneden en dan gaan we naar, kijk, hij geeft het netjes aan. Programma, settings. En dan als de settings geweest zijn, wilt u bijwerken. Update, ja dat willen we. Confirm, yes. En de update is begonnen. En zoals jullie hier zien, is de update ook begonnen. Nou, dan is het gewoon eventjes wachten.
totdat het balkje helemaal vol is. Ja, de ene keer duurt het wat langer dan de andere keer. Dat ligt er een beetje aan wat ze allemaal gaan updaten en wat ze allemaal hebben gedaan met de update. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet gelezen heb, dus dat moet ik nog even achteraan. Nou, de update is succesvol gedaan. Dan gaan we de WSS ook even doen. Nou, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal, alleen dan via je koptelefoon. Vergeet dan ook niet dat de koptelefoon en de bedieningsunit apart werken. Ze werken los van elkaar, dus als je de ene update en de andere niet, dan hebben ze allebei een verschillende software erop. Dus eigenlijk moet je ze gewoon alle twee updaten, altijd. Nou, is dat succes? Dus alles is gedaan, alles is geüpdate, alles is up-to-date. Nou, om er een beetje uit te komen hoe dat nou zit met die bottle caps, dan ga je naar park. En je drukt in eerste instantie op menu. Je gaat naar discriminatie en dan naar de expert. En dan heb je bottle caps. En bottle caps kan je met de plus en de min kan je ze uitzetten. Als ik hem ga opschroeven totdat ik hem weg hoor, dus ik heb hier nog steeds datzelfde bierdopje. En ik ga 2, hoor je hem nog steeds, 3, hoor je hem al minder, 4. Vijf is hij zo goed als weg. Wat doet dat met de rest van de vondsten? Ik kwam er al achter. Een klein zilver kinderringetje. Blijft het gewoon doen. 20 centjes. Geen enkel probleem. Een stalen ring. Geen enkel probleem. Een koperen ring. Geen enkel probleem. Een gouden ring. Geen enkel probleem. Maar ik heb er toch één gevonden die in de twijfelgevallen gaat vallen. Gulden geld. Dus nikkel. Nikkel gulden geld. Terwijl als ik de bottle cap helemaal uitzet. Is ook nog niet super, maar. Ik kan even kijken wat ik. Niet braaf. En dan heb ik hier, waarvan ik dacht dat het een zilverringetje is, maar waar ik nu twijfel of het wit goud is. Doet het ook gewoon. Kortom, ik denk dat ze er redelijk in geslaagd zijn om de bottle caps eruit te halen zonder dat je andere vondsten verliest. Want ik heb nu koper, zilver, goud, edelstaal, witgoud,
muntgeld, eigenlijk alles komt door. Het enige waar ik een beetje moeite mee heb, is het guldengeld. Maar dan ga ik even terug naar een ander programma. Pakken we gewoon even vast. Kijk, die pakt hem wel. Die pakt hem ook. De deus mono heeft er een beetje last van. Goldfield, geen probleem. Relic, geen probleem. Diving, geen probleem. Beach, geen probleem. Beach sensitive, geen probleem. Beach P, geen probleem. Fast, geen probleem. General, geen probleem. Sensitive, geen probleem. Sensitive FT, geen probleem. Fast, geen probleem. Ja, bij Park loopt hij een beetje te etteren. Dus het is een instelling. Dus het is niet zozeer dat hij het niet kan. Het is een instelling. Dus daar moeten we eventjes op rommelen. Dat we de bottlecaps eruit krijgen. Maar dat de gulden geld er even beter uitkomt. Nou, zo kom je er achter. Ik zal even kijken of ik nog meer licht heb. Zo. Nou, niet zo heel veel licht meer. Ik kwam er net achter dat de zilveren ring die ik gevonden had met Glenn. Ik zal hier eventjes het moment laten zien. Kijk dan, gewoon de eerste vondst. Nou, mijn dag is klaar. Ik kan wel stoppen vandaag. Eerste vondst, een zilveren ring. Met, met allemaal puntjes erop. Hij is nog niet ingegraveerd, dus de beste meneer of mevrouw had nog geen liefie. Toen vond ik eigenlijk al dat hij een beetje brakkerig binnenkwam, een beetje goudgevoel. Maar omdat je, wit goud komt eigenlijk bijna nooit voor. En als je het vindt, dan vind je het niet in die setting. En zeker niet een ring zoals deze. Maar nou twijfel ik toch wel heel erg. Ik heb geen goudtestjes thuis. Dus ik kan dat niet zo 1, 2, 3 zien. Maar ik kan hem wel polijsten. En de manier waarop die polijst en waarop die aangeeft en waarop die eruit komt, kan je wel weer een heleboel zien. Dus ik heb even de polijstmachine gepakt. En ik ga gewoon eventjes die ring polijsten. Ik bedoel, ik ken geen kwaad, want daar gaat er niet stuk van of niks. Of het nou zilver of goud is. Maar dan gaan we wel zien hoe die eruit komt. Even een krantje eronder, want anders wordt Wilma boos. Er gaat een nieuwe keuken. Zet ik hem even zachtjes aan. Klein beetje van die polijspasta erop. En dan beginnen we maar aan het onderkantje. Nou, we gaan gelijk maar helemaal rond. Nou, mijn vermoedens klopten wel aardig. Tenminste, ik heb het nog niet bevestigd voordat ik echt bij een juwelier ben geweest of een goudtestje gedaan heb. En toch dacht ik eerst dat het zilver was. Maar nu ik toch met de metaaldetector eroverheen ben gegaan en ik heb net ook met de Ace en ik heb net ook met de Quest er nog even overheen gegaan, ja, komt gewoon veel te laag binnen voor zilver. Hoi hoi, hier een persoonlijk berichtje van mij. De beste manier om je grondlans handmatig in te stellen, of eigenlijk de enige manier, is door je grondlans knopje in te drukken, ingedrukt houden en met de pijltjestoetsen plus en min, dus naar boven en naar beneden, ingedrukt te houden, kan je de grondlans handmatig instellen. Voor de Quest X10 Pro is, of eigenlijk voor bijna alle Quest modellen, is het heel belangrijk dat je, als je gewoon loopt, gewoon zoals jij loopt, dat je hem vast op 90 zet. Dan presteert je metaaldetector het beste en is die het beste in balans. Dat is een standaardwaarde en die werkt heel goed bij Quest. Succes ermee!
Ja, dat zijn ook van die dingetjes tussendoor die niemand ziet, maar die ik de hele dag door doe. Kleine adviesjes geven. Iemand had een Quest X10 en die had de grondbalans ingedrukt en kwam er niet meer uit. Wist niet zo goed meer hoe die er terug moest zetten. Maak ik even een videoberichtje naar diegene en die kan dan de grondbalans weer goed zetten. Nou, het laatste van de dag dan. De post. Ik heb post gekregen. Dat is hartstikke leuk. Ik krijg af en toe wat Toy Soldier post. Ik weet al wat erin zit, want ik wist dat het kwam. Want iemand had gezegd dat hij het ging opsturen. Het is van Digging Bear. Digging Bear metaaldetectie. En die heeft wat geurdingetjes voor in de auto. En wat patches. En wat stickers opgestuurd. Dankjewel, Digging Bear. Dus, ik moet bijna een postbus hebben. Ik krijg best wel vaak pakketjes. Dat is hartstikke leuk. Nou, dus die hang ik in de auto en misschien dat ik er nog eens een weggeef of misschien, ik weet het niet. Ik vind het gewoon leuk. Daarmee komen we wel een beetje aan het eind van deze random day. Ik heb eigenlijk helemaal niks bijzonders gedaan. Ik heb gewoon gedaan wat ik eigenlijk normaal doe als ik vrij ben en ik ga er niet op uit. Metaaldetector updaten, even een testje doen met wat metaaldetectors, post uitpakken, ringetje schoonmaken. Eventjes mijn mails bekijken. Gewoon een random day at the Toy Soldier. Vonden jullie dit nou leuk? Doe dan in ieder geval even een duimpje omhoog. En laat even een leuke reactie achter. Ik ben gek op de reacties. Ik lees ze allemaal. Ik geef niet op alles een antwoord. Maar in ieder geval die ik gelezen heb, doe ik altijd even een duimpje en een hartje. Dat jullie gezien hebben dat ik het gezien heb. Want ik waardeer het ontzettend. Dus voor alle mensen die al geabonneerd zijn, bedankt. Voor alle mensen die nu kijken. En de volgende keer kijken. Tot de volgende keer.